Oké, welkom dames en heren. Ik heb even een vraagje. Een vraag waar ik al een hele lange tijd mee zit. En de vraag is, hoe lang duurt het voordat je je partner echt goed kent? Dus hoe lang duurt het leren kennen proces? En ik heb daar wel een antwoord voor mezelf op. En een mening daarover. Maar ik wil echt weten wat jullie ervan van vinden. Hoe lang duurt het voordat je je partner echt kent? Want wat ik meemaak is het volgende. Mensen die willen eerst elkaar leren kennen. Dus als een man een mooie meisje tegenkomt en hij zegt, joh, ik wil je graag wat beter leren kennen. Of andersom, een meisje komt een jongen tegen en die zegt, hey, ik vind je leuk en ik wil je wat beter leren kennen. Nou, op zich niks mis mee. Dan gaan ze het leren kennen proces beginnen. Maar Oké, na een tijdje kiezen ze ervoor om samen een commitment aan te gaan. Ze gaan trouwen of iets dergelijks. Maar na een tijdje, het kan een jaar duren, het kan 2 jaar duren, het kan 4 jaar duren, maakt niet uit. Op het moment dat ze elkaar zat zijn en niet meer met elkaar verder willen, dan hoor je heel vaak het volgende terugkomen. En dat is, ik herken mijn eigen partner niet meer. Dan denk ik bij mezelf van, ja, jullie hebben een hele lange tijdje samen doorgebracht, waarin jullie elkaar wilden leren kennen. Maar op een gegeven moment ben je in een situatie terechtgekomen waarin je je partner niet meer herkent. Dus heeft het leren kennen dan niks opgeleverd? Heeft het dan wel nut gehad of heb je het niet goed aangepakt of hoe zit dat dan precies? Dus dat is een beetje waar ik een beetje mee zit. En ik dacht van ik ga deze vraag posten op LinkedIn of op Facebook. En kijken wat daaruit voortkomt. Kijken hoe andere mensen daarover denken. Maar ik dacht, ik maak gewoon een videootje van. En in de hoop dat jullie ook echt meedoen in het gesprek. Vooral hieronder, dus in de comment area. Daar wat achterlaten. Zodat ik weet van hoe jullie daarover denken. Dus het leren kennen proces, hoe lang duurt dat? Is dat een maand? Is dat een jaar? Is dat 2 jaar? Kun je er überhaupt wel een bepaalde tijd aan hangen? Of is het afhankelijk van de persoon? Of is dat voor iedereen anders? En ik weet dat jullie nu misschien denken van ja, dat is voor iedereen anders. Maar toch hebben mensen daar een bepaalde beeld over. Kijk, ik heb mijn vrouw 2, 3 keer ontmoet. En ik wist al meteen, daar ga ik voor. En ik weet ook zeker dat dat is wat zij dacht. Sterker nog, dat is ook wat ze mij heeft verteld. Ik wist al meteen, er is niks aan jou wat mij wegjaagt, wat mij doet twijfelen. Er is niks in mij wat nee zegt, dus ik heb voor jou gekozen. En ik ben ook blij dat jij voor mij gekozen hebt. En elke dag doen we ons best om naar elkaar toe te groeien. Dus ik heb er maar 3 afspraken voor nodig gehad. 3 meetingen, 3 keer daten. Het is maar net hoe je het noemen wil. En andere mensen hebben daar gewoon een half jaar voor nodig, een jaar nodig, noem maar op. En toch zijn er problemen. En ik wil eventjes ook erbij zeggen dat er natuurlijk geen garantie is. Maakt niet uit hoe vaak je elkaar hebt ontmoet of hoe lang je elkaar ook kent. Er is geen garantie in een succesvol huwelijk. Behalve dan als je er natuurlijk altijd hard aan werkt, hard aan timmert. Dan nog is er geen garantie. Maar ja, die garantie hoef je ook niet te hebben. Het gaat erom, hoe sta jij erin? Wat weet je? Waar wil je voor gaan? En hoe kan je ervoor zorgen dat je partner aan jouw zijde staat? En voor hetzelfde strijd. En ik was een tijdje geleden. Want waarom breng ik dit eigenlijk op? Waarom breng ik dit eigenlijk ter sprake? Het is natuurlijk een dingetje wat iedereen voor zichzelf moet zien uit te vinden. Nou, ik breng dit op omdat ik een paar weken geleden was ik uitgenodigd bij een evenement in Ahoy om daar te spreken. En ik kreeg ook de kans om daar mijn boeken te verkopen. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik sta onbekend als de man die het huwelijk heel simpel vindt. Want dat is ook de titel van mijn boek voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben auteur van het boek Het Huwelijk is Simpel. Waarin ik dus ook wil bewijzen dat je manieren kan vinden en methodes kan gebruiken om jouw huwelijk simpeler te maken. In ieder geval, ik was op dat event en een paar stands naast mij was er een jonge man. En ik was een beetje aan het praten met iedereen zo'n beetje. En ik zat op een gegeven moment ook met hem te praten. En,
Ik zei tegen hem van, joh, heb jij een vriendin of een vrouw of hoe zit het met jou? Wat voor situatie zit jij? En toen zei hij, nee, geen vriendin, geen vrouw. Ik doe gewoon eventjes rustig aan. Ik heb nog even geen echte relatie, zeg maar. Dus ik zeg tegen hem, nou, oké. Ik zeg, hoe zit dat? En zei, ja, hij zegt, ik wacht gewoon totdat er iets op me afkomt. En dan laat ik het gewoon lopen zoals het loopt. Toen zei ik, nou oké, respect, geen probleem. Ja, veel succes daarmee. En toen zei hij tegen mij van, ja, maar ik zie dat jij... Hoe zit het dan met jou? Ik zei, ja, vrouw, kinderen, ik heb mijn vrouw 3 keer ontmoet. Nou, ik heb het hele verhaal verteld. En toen zei hij tegen mij van, hè, maar 3 keer? Dat kan toch niet? Je moet toch elkaar veel langer leren kennen? Je moet toch minimaal elkaar 1 jaar of 2 jaar leren kennen voordat je weet of die persoon ook echt in jou, ja, in jouw straatje past. En toen zei ik tegen hem van, ja, dat kan. Ik zeg maar, waarom moet het 1 jaar zijn? Waarom moet het 2 jaar zijn? Als jij weet dat die persoon bij jou hoort, of dat je zegt van, nou, ik heb er een goed gevoel over, dan zou je het gewoon moeten doen. Of in ieder geval, zo denk ik erover. En ik weet ook wel dat je misschien bang ben of twijfels hebt of het nog niet 100% zeker weet en het nog eventjes wil gaan aankijken hoe het loopt. Maar je kan niet zeggen van het moet 1 jaar duren of het moet 2 jaar duren. Net zoals dat ik niet kan zeggen het moet maar 3 keer. Hè, jullie moeten 3 keer daten en als je dan niet weet enzovoort. Nee, ik kan er niet een bepaalde tijd aan hangen. Dat kan ik niet doen. Maar dat kan jij dus ook niet doen. En dat is wat hij dus wel gedaan heeft. En toen vroeg ik mezelf af van oké, waar komt dat dan door? Komt dat door de omgeving? Komt dat door zijn ouders, zijn opvoeding? Komt dat door zijn manier van denken? Of is dat een manier van denken die heel veel mensen hebben aangenomen? Ja, dus het is niet hoe ik denk, maar het is een beetje wat de mensen om mij heen zeggen en roepen. Dus heb ik dat aangenomen? Dus dat is even een beetje de vraag. Hoe lang duurt het voordat je elkaar leert kennen? Dat is eventjes, ja, waar ik achter wil zien te komen. In ieder geval hoe jullie daarover denken. En het gaat me niet eens over hoe lang het duurt voordat je elkaar leert kennen. Maar het gaat me meer om de mindset. Want ik zat op een gegeven moment met die jongen te praten. En wat ik opmerkte was een bepaalde angst in zijn ogen. Hij had het... hij zei, nee. Het moet 1 jaar duren. Of het moet 2 jaar duren. Of je moet echt weten, oké, wie is die persoon? En daar gaat het mij om, van oké, waarom zit er dan een bepaalde angst in zo'n persoon op het moment dat je praat over je partner, je wederhelft, de persoon met wie je door het leven wil gaan. Waarom zit er een bepaalde angst? Waarom is er een twijfel? Waarom is er een obstakel? Wie heeft die obstakel daar neergezet? Daar gaat het mij eigenlijk om. En, want het zorgt er natuurlijk voor dat je altijd afwachtend bent. Dat je altijd denkt, ja, zal ik gaan of niet gaan? Zal ik het doen of niet? Vertrouw ik die persoon, ja of nee? Ik hoor allemaal gekke verhalen van mensen om me heen die de verkeerde dan toevallig troffen. En misschien gaat mij dat ook overkomen. Dat wil ik niet. Oh, kijk uit. En dan zit je op een gegeven moment van, ja, je bent alleen. Of je zit in een relatie waar je vertrouwt de andere persoon niet. En ja, dat maakt de situatie natuurlijk alleen maar erger. En als we het nou toch over elkaar leren kennen hebben, wil ik ook eventjes iets meegeven. En dit is niet om jullie bang te maken of wat dan ook. Maar het is wel heel erg belangrijk dat op het moment dat je denkt van oké, ik wil mijn partner leren kennen, dan is dat naar mijn idee een beetje begrensd. Want jouw partner, daar hangen nog veel meer dingen achter. Nou, een van de dingen zijn haar ouders. Misschien heeft ze kinderen van een vorige huwelijk. Broers, zussen, situatie. Is er iemand in de familie ziek? Waar komt ze vandaan? De achtergrond, haar cultuur. Al die dingen hangen aan die persoon. Dus als je zegt, hey, ik wil alleen maar de persoon leren kennen. Ik ben geïnteresseerd in de persoon zelf. En als de persoon, als het goed voelt, dan neem ik de persoon in mijn leven toe. Dan zeg ik, oké, ik snap het. Maar het zou goed zijn als je weet van jezelf, van hey, wacht even. There is a bigger picture. Het beeld is meer, of in ieder geval, er hangt meer aan de persoon dan alleen de partner. En ik hoor jullie nu al zeggen van ja, maar ik trouw niet met de familie, ik trouw alleen met de persoon zelf.
Ja, dat snap ik. Maar uiteindelijk, als er problemen zijn, krijg je te maken met de familie. Dus als er problemen zijn in de relatie, dan zal op een gegeven moment ook de ouders zullen ermee gaan bemoeien. Sterker nog, 9 van de 10 problemen die ik tegenkom als ik praat met mensen die in een relatieprobleem zitten, is het vaak dat de schoonouders zich bemoeien met de relatie. En waar komt dat door? Het is ook logisch, omdat de ouders die hebben altijd gezorgd voor het kind, die hebben altijd het kind beschermd tegen alles, alle problemen. En op het moment dat dat kind dan een relatie heeft en er ontstaan problemen, dan denken ze: hé, hey, wacht eens even. Ze hebben problemen en dat zal dan waarschijnlijk veroorzaakt kunnen zijn door. En dan is de partner de eerste persoon naar wie ze gaan kijken. Dus ze gaan daar een beetje op hameren. Ze gaan daar een beetje een bepaalde beeld over creëren. Ze gaan daar iets over zeggen. En dat zorgt voor turbulentie en een bepaalde onbalans die de relatie ja, slechter laat verlopen. En wat ik zeg, je krijgt ermee te maken op het moment dat er problemen zijn. Dus als je slim bent en je bent voorbereid, kun je ervoor zorgen dat je je schoonouders, want daar krijg je gewoon mee te maken, en je schoonbroer en je schoonzus en iedereen aan jouw zijde hebt. Door er in de eerste instantie ervoor te zorgen dat jij aan hun zijde staat en het vertrouwen wint. En ervoor zorgt dat zij dat hun dochter of hun zoon ja, in goede handen zit. Of in hun goede handen ligt. Dus je wil je partner leren kennen, hartstikke leuk. Hoe lang je daarover denkt nodig te hebben, dat is aan jou. Dat wil ik ook heel graag weten. Maar weet dat aan jouw partner meer hangt dan alleen je partner. Want moet je je voorstellen, als je schoonvader ziek is, dan krijg je op een gegeven moment ook mee te maken. Je kan niet zeggen: ik heb daar niks mee te maken, of wat dan ook. Uiteindelijk zal je daar toch iets mee moeten. Al is het alleen maar dat je van je vrouw of van je man te horen krijgt: hé, mijn vader is ziek, ik moet eventjes naar hem toe. Jij krijgt daar mee te maken. Dus ik zou zeggen van, voordat er problemen zijn, wees daarop voorbereid of wees dat voor. En kijk hoe je, ja, hoe je alles wat aan je partner hangt, dat je dat ook leert kennen van tevoren. Zodat je in ieder geval een helder beeld krijgt van, oké, wie is de persoon die voor me zit en wie is de persoon met wie ik in zee ga. Dus dat is iets wat ik ook aan jullie wil meegeven. En als laatste wil ik aan jullie meegeven, oké, ken je überhaupt wel jezelf? Ken je jezelf? Socrates, een filosoof, heel lang geleden, eeuwenlang geleden, die zei een hele bekende uitspraak: Know thyself, ken uzelf, ken jezelf. Hoe goed ken jij jezelf? En ik hoor jullie misschien wel zeggen van, ja, ik ken mezelf heel goed, ik weet wie ik ben, ik weet wat ik wil, maar het kan altijd beter. Ik doe deze test wel eens met mensen. En dan heb ik een papier en dan schrijf ik op je sterke kanten en je zwakke kanten. En ik zie heel vaak dat ze niet kunnen opschrijven wat hun sterke en zwakke kanten zijn. En sommigen schrijven dan 2 of 3 punten op. En ze hebben daar in ieder geval moeite mee. Ik zou die test ook even bij jou willen doen. Pak een pen en papier. Schrijf daarbovenop, oké, beschrijf jezelf en ja, schrijf maar op wie jij bent. En dat is een test naar jezelf toe van hoe goed ken jij jezelf? En je zal zien dat je op een gegeven moment een beetje moeite hebt. En als je zegt van, joh Ahmed, ik kan het makkelijk 10 punten opschrijven, dan zeg ik, goed zo, hartstikke leuk. Maar ik weet dat jij meer bent dan die 10 punten. En als je zegt, ja, nou, ik kan er wel 20 dingen opschrijven. Ook dan weet ik dat jij meer bent, dus ken jezelf, meer bent dan die 20 punten. En ga zo maar door. Want jij bent meer dan alleen maar de dingen die jij misschien even in de eerste instantie zo even 1, 2, 3 zou kunnen opschrijven. Dus ken jezelf is heel erg belangrijk. Want op het moment dat jij in een relatie zit, dan zal jouw partner een spiegel zijn voor jou. En als jij dan jezelf in de spiegel ziet en denkt van, hey, wacht even, dit is niet wie ik ben. Terwijl dat natuurlijk wel is wie jij bent. Maar je ziet het in jouw partner. Zal je boos worden op je partner omdat je partner zoiets zo is of jou die feedback geeft. Terwijl het eigenlijk gewoon een spiegelbeeld is van wat je zelf bent. Maar jij niet wist dat jij zo was. En dat is even een hele belangrijke punt. Dus
Elkaar leren kennen, daar komt nog veel meer bij kijken dan alleen maar hallo, ik wil jou leren kennen en that's it. Nee, het is meer dan dat. Het is de persoon en alles wat er aan hem hangt en het is jezelf. En ik wil graag weten wat jullie hiervan vinden en laat het me weten. En ja, het is misschien een lange filmpje, maar ja, het is nou eventjes zo. Bedankt voor het bekijken van het filmpje en ik zou zeggen, ik zie jullie gewoon de volgende keer. Dank jullie wel.